Dick van Tongeren praat in deze Kunst uit Nuenen over zijn hobby, schilderen. Zonder hoogdravendheid, want zo kijkt hij aan tegen het schilderen. Nuchter, niets meer en niets minder. Hij volgt gewoon wat in hem opkomt en gebruikt materialen en technieken die hij op dat moment prettig vindt. Omdat het voor mij echt een hobby is, ik doe gewoon waar ik zin in heb. En ik hoef dus niet een bepaalde stijl te volgen, een bepaalde techniek te voldoen of iets dergelijks. Als ik zin heb om een aquarel te maken, dan doe ik dat. Het is soms een hele mooie, directe techniek. Je zet snel iets neer en klaar. Dus een andere keer dan heb ik een plaatje en denk ik van, nou, daar kan ik mooi iets van maken. Dan ga ik weer in de olieverf aan de slag. Dat heeft wel mijn voorkeur tegenwoordig, toch? Olieverf boven acryl en zo. Is mijn conclusie juist als ik zeg dat jij eigenlijk alleen maar voor jezelf schildert? Bijna wel, ja. Ik verkoop zelden of nooit iets. En ik doe gewoon maar wat ik mooi vind. Vind jij het erg als iemand tegen jou zegt van een bepaald schilderij, vind je niet zo mooi? Oh ja, vind ik prima. Ik vraag ook altijd aan iedereen, van wat zegt er wat van. En ja, wat mooi, daar heb ik niks aan. Laat ze zeggen van, nou, ik zou dit meer groen maken of die verhouding klopt niet. Daar heb je wat aan. Maar gewoon wat mooi of goh, wat knap, wat koop ik daarvoor? En je hebt een schilderij gemaakt van PMD-zakken aan een paal. Wil je dan een boodschap overbrengen of zoek ik dan te ver? Nou, dat was wel een soort boodschap. En dan denk ik van, wat is het eigenlijk stom om dat zo aan zo'n paal te hangen van die plastic zakken. Iedereen is tegen plastic, wat doen we ons vuilnis? Wordt verplicht in plastic zakken aan een paal gehangen. Ik vind het zo belachelijk dat het moet gewoon een schilderij worden. En ik realiseer me best dat dat betekent dat niet iedereen dat in zijn huiskamer zou willen hebben. Een ander mooi schilderij wat ik van je gezien heb is een vrouw, een jonge vrouw, bij een beek, een bergbeek. En als je daar naar kijkt, dan vraag ik me af, wat doet ze daar? Is dat wat je wil bereiken bij mij? Nee, dat is het niet. In dit geval was het een probeersel. Het is van een Russische schilder die dat schilderij gemaakt heeft. En die laat het in een uur of anderhalf laat hij zien hoe hij dat doet. En ik dacht, nou, dan ga ik ook eens proberen of ik dat kan. En dan gewoon zelf. Dus zonder dat ik bij hem precies nadoe wat hij doet. Maar ik ga gewoon een plaatje bekijken van dat, zo zet ik het neer. En dan ga ik zelf invullen. Werk je ook in opdracht? Maar eigenlijk nooit. Nooit gedaan. En ik moet zeggen, daar sta ik ook heel huiverig tegenover. Want ik weet nooit of een schilderij lukt. Mijn schilderijen, de helft van de tijd lukken ze niet. Dus, en dan denk ik, nou, het wordt niks. Zet ik hem aan de kant. Dan ga ik met een ander verder. Dus het lijkt me niet fijn als je in opdracht schildert. Ik heb ook geen opleiding wat dat betreft. Dus wat ik aan technieken in huis heb. Ik ben autodidact, dus ik heb me dat zelf aangeleerd van hier een cursusje, daar een dagje. Veel van internet tegenwoordig, hè, dat Facebook en zo, of YouTube kan je ontzettend mooie dingen leren.